Het watersportevenement de Dutch Water Week is in volle gang. In Almere bij Flevo Marino Muiderzand zijn de niet-Olympische zeilklassen hun wedstrijden aan het houden tijdens dit splinternieuwe evenement in onze provincie. Tijdens de Dutch Water Week komen de top- en breedtesport elkaar tegen. Het moet een week vol watersportplezier worden in onze provincie. Voor iedereen moet er wel iets te zien of te doen zijn op watersportgebied. De wedstrijden zijn in Almere, maar ook in Lelystad. Hier bij Camp & Surf Markermeer varen vanaf woensdag de Olympische disciplines wind- en kitefoilen. Ja, als watersportliefhebber is dit natuurlijk fantastisch. Zeker het foilen is natuurlijk helemaal de nieuwste trend binnen de watersport. Ja, en dat we dat hier mogen verwelkomen in Lelystad op deze mooie spot is natuurlijk waanzinnig. Ja, zeker. We hebben een paar weken geleden een voorproefje mogen genieten. En het is echt een spektakel. Die jongens en meiden die gaan zo hard en zo dicht bij elkaar. Het is gewoon topsport. Prachtig. Een groot gedeelte van het evenement is in Almere, waar ook de organisatie van de Dutch Water Week is ondergebracht. Maar voor het foilen wijken ze dus uit naar een plek op de Markerstrekdam in het Markermeer. Het voordeel van deze spot hier in Lelystad is dat we hier geen last hebben van waterplanten. Plus dat hier over het algemeen net even iets meer wind staat. Wat natuurlijk ervoor zorgt dat wedstrijden net even wat makkelijker door kunnen gaan. Dus er is vaker voldoende wind om wedstrijden door te laten gaan. Voor het zover is, worden er nog wedstrijden, zoals je hier ziet, gevaren in Almere. Maar vanaf woensdag dus de foilonderdelen in Lelystad.